Een onderneming starten in deze moeilijke economische situatie is een enorme uitdaging. Om het administratiegebeuren efficiënter te laten geschieden, heeft Genevieve Simpson, directeur van Administration Solution, besloten te starten met een administratiekantoor. Bedrijven of personen kunnen voor meer dan alleen aan de administratiewerkzaamheden bij mijn bedrijf terecht, benadrukt Simpson. Wij zijn niet alleen maar gespecialiseerd op administratief gedeelte, maar merendeels ook voor interim medewerkers die bedrijven nodig hebben als ze niet iemand op lange termijn willen inhouden of houden op het werk. Om het werk te doen kunnen ze ook bij ons inhuren, studenten inhuren, professionals die afgestudeerd zijn, inhuren om hun verschillende werksoorten te verrichten. Simpson benadrukt dat haar onderneming ook voor startende ondernemers een passende oplossing heeft. Ondernemers die pas hun bedrijf willen openen of die willen starten met een product of wat en ze weten niet de tools, hoe ze dat in elkaar moeten zetten, hoe ze hun administratie moeten bijhouden. Dus zijn wij er ook om ze daarbij richtlijnen te geven. Als startende ondernemer zou ik zeggen, wees niet bang om keuzes te maken, om je stappen te nemen. Als je die drive hebt, ga ervoor. Er zijn altijd mensen die klaar voor je willen staan of die klaarstaan en die je willen helpen. Want ja, wij zijn de toekomst van morgen en wij moeten ervoor zorgen dat het land nou goed gaat draaien. Tot zover Genevieve Simpson, directeur van het nieuwe administratiekantoor Administration Solutions. We spraken haar vanmorgen in verband met de opening van haar onderneming afgelopen vrijdag.